Dooiende dagen of niet, dankzij de moderne technologie worden tal van Vlaamse marktpleinen alsnog in de juiste winterstemming gebracht. Ook in Aalst stond de jeugd vandaag in de rij voor een rondje op de ijspiste. Een plek voor vertieren en versieren, want geen betere manier om het andere geslacht te imponeren dan een zwierige pirouette of een spectaculaire slalom. Vanmiddag demonstreerden de gladde jongens dan ook hun verleidelijkste kunstjes. De schaatsbaan is een goede plaats voor meisjes te versieren. Jongens gebruiken veel trucjes voor meisjes te versieren. Omdat meisjes vinden dat plezant en zo en grappig. Stel, morgen zijn er meisjes. Hè. En dan komen die jongens zo rond u schaatsen. Zo. En schaatsen een keer rond en zo, ja. Voilà. Dan komen ze zo rond u schaatsen en dan doen ze een beetje stoer en zo. En dan sleren ze van hier naar daar. Awel, zo. Snap je? En ze gaan ook heel snel. En ze draaien rond. Ja. En ze kijken. Kijken naar meisjes. Ga ik dat zien hoe je dat probeert voor een indruk te maken op meisjes. Dat is zo aantrekkelijk als ze een kunstje doen en hun lichaam beweegt zo mee. Als het geen schoen is, dan gaan we weg. En als het wel een schoen is, dan blijven we staan. En dan maken we een babbeltje. En dan moet het over. Ik zoek eerst een mooi meisje uit, die ik graag zie ofzo. En dan probeer ik dat wel rond te schaatsen. En dan ja, doe ik dat, hè. Ja, ik weet niet, gewoon daar wat voor schaatsen en zo. Ik zal eens laten zien dat ik dat moet doen. Blijkbaar niet onder indruk. Bij mij heeft het echt niet veel impact. Bij schaatsen zijn we bijna drie keer omver. Dus om mij dan uit te proberen te versieren, echt heel veel geluk gaat er naar mij niet hebben. Lekker. Andere prooi zitten. We zijn al vaak tegen de jongens gebotst. Express of niet express, allebei. En ja, ik heb er niets op, nee, ik heb er niets op gebracht. Dus jullie zijn ook aan het proberen? Ja, ja. Ja, we zullen dan misschien stonen. Is dat goed? Voilà, dat is Melissa en nu zie je dan een kistje, dat is wel een leuke, hè.